Aan de spaarzin van de Rotterdammers wordt op vele wijzen tegemoet gekomen. De leerlingen van de scholen, zoals van deze ambachtsschool bijvoorbeeld, kunnen al automatisch sparen. Men is daarbij uitgegaan van de gedachte dat vele kleintjes één grote maken. Dat Rotterdam inderdaad een spaarzame stad is, bleek deze dagen toen op het kantoor van de spaarbank de 400.000ste spaarder begroet werd. Er was voor deze gelegenheid zelfs een spaarlied ingestudeerd. Er waren bloemen voor haar die de 400.000ste had aangebracht. De pleegmoeder van de vierjarige Jopje Eimers, die zelf verrast werd met een bedrag van 100 gulden. De spaarbank van Rotterdam wacht niet tot de spaarders zich komen melden, maar gaat ook naar hen toe met een rijdend bijkantoor dat op vaste tijden en plaatsen dienst doet in de buitenwijken en de randgemeenten. Kosten nog moeite zijn gespaard om van deze auto een echte kleine spaarbank te maken. Met een wachtkamertje, een loket, een administratieve ruimte, een bureau en hele reeks en stempels. Het verplaatsbare spaarvarken van de Rotterdamse spaarbank vervult een zeer nuttige taak. Het is in en rond de Maasstad een bekende en gewaardeerde verschijning geworden.